Je moet eens leuk. Oké. Oké, ja. Nee, ga niet jezelf alleen maar in de spotlight zetten. Ja, sorry. Hey, papa, nee, wacht, ik weet hoe dat moet. Wacht, hallo. Even hier zo. Ja, maar, oké. Okay. Maar anders zitten we groot in het beeld. Ja, maar het is juist leuk. Hier zo. Oké, ja. Ga jij ons van? Oké, 3, 2, 1. Ja, welly, ja, welly, ja, welly. Hier zijn we weer. Hé, hey, jongens. Wij wouden even zeggen. En meisjes. Ga verder. Even serieus. Is dat nu echt nodig? Ja, want ik ben een meisje. Oké. Wij wouden even zeggen dat jullie even moeten abonneren op dit kanaal, oké? En duimpje omhoog. Want dit wordt een superleuke video. En? Een informatievideo. Ja, eigenlijk een video voor mijn moeder. En het gaat eigenlijk gewoon over waarom houdt Bilal zoveel van Khadija. Het is een hele leuke video. Dus, blijf kijken naar deze spectaculaire video. Ik dacht dat jij nog iets zou toevoegen, maar goed. Deze leukste, mooiste, video. Dus pak je popcorn erbij en veel plezier met kijken. Doei. Doeg. Even kijken. Ryan, gaat ie zo? Wat wil je dan? Oh, bellen. Wil Khadija bellen? Wat ga je zeggen tegen Khadija? Wil je halen? Eten. Wil je eten? Khadija eten maken of ga je Khadija helpen? Wat dan? Khadija. Helpen. Wil je dat Khadija gaat bellen? Dan ga ik haar zo bellen, oké? Wie moet je straks naar huis brengen, Brian of Khadija? Wie? Khadija. Niet Brian? Moet ik je straks brengen of Khadija? Khadija. Je moet echt in het midden staan. Moet je die tafel ook filmen? Nee. Nee? Sta ik rechtop? Ja, alleen je handen zitten zeg maar half in het beeld. Moet ik die zeg maar... Oké, draai me eens om die dinges. Dit zie je. Ah, dat maakt niet uit. Oké. Ja? Gaat je zo. Ja, oké, wacht. Je mag zo, oké? Ik ga even een video maken. Oké, 3, 2, 1.
Jawel. Hier zijn we weer, dames en heren, met een gloednieuwe video. En dit is een hele speciale video, zoals jullie van ons gewend zijn. Iedere Ramadan komen we wel weer met een video wat heel veel inhoud heeft. En deze video gaat letterlijk over waarom houdt Bilal zo van Khadija. En dat is een hele bijzondere video. Khadija weet hier helemaal niks van, dus die is nu aan het meekijken. En deze video gaat laten zien van, of probeer ik te laten zien waarom hij nou zo van haar houdt. Dat komt niet zomaar, het is ergens begonnen. Om dat allemaal uit te vogelen ga ik allemaal mensen interviewen. En dit is denk ik voor haar misschien wel een hele emotionele video. Omdat ik dit niet eerder heb gedaan. Ze houdt absoluut niet van in de spotlight staan. Maar ik vond het wel even nodig. Omdat iedereen zich natuurlijk afvraagt. Ik krijg heel veel vragen, maar waarom? Waar zit het dan dat in? Hoe kan je dan zo speciaal voor Bilal zijn? Nou, dat ga ik proberen uit te vogelen in deze video. Voordat ik verder ga, wil ik jullie vragen om te abonneren. Om te delen, om te liken. Maar vooral abonneren en volg ons. Want dat motiveert mij ook enorm om dit soort video's te blijven maken. En hier heel veel energie in te steken. Dus dat gezegd hebbende wil ik zeggen alleen maar liefde. En geniet van deze video. En laat in de comment weten wat je hiervan vindt. Arrivederci. Ik wel. Wat doe je? Ik dacht dat ik even maar die zijn best wel. Wat gaat het doen? Nou, dit meen je niet. Bille, dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Ja, dat begrijp ik voor Khadija, maar dit gaat echt te ver. Ja, bam. Die kan wel. Zullen we die halen? Oké, dan gaan we die kopen, ja? Ja, dit? Ja, Terugleggen? Nee. Eén of het andere? Nee. Ga je oma meenemen? Ja. Zeker weten? Ja. Oké, ga jij betalen dan? Ja. Oké. Want Khadija, dit is echt speciaal voor jou. Ik wilde toch even een moment even gebruik maken om jou persoonlijk te bedanken voor al jouw tijd, voor al jouw inzet en alle liefde voor mijn lieve broertje. Stoute broertje. Deze man is heel stout. Je hebt ontzettend veel geduld en de mensen weten ook wel, denk ik ook wel, van dat je hoeveel tijd je erin steekt. En wat je er allemaal voor over hebt, via deze weg wil ik jou in ieder geval bedanken. Oh. Yo. Een beetje ongemakkelijk op dit moment. Ik zei nog aandacht gaat naar mij. Ah. Wie is Sophia? Ongemakkelijk. Ik heb Sophia nog nooit gezien. Is het toch onmakkelijk? Ongemakkelijk. Nou, het is best wel makkelijk. Wie, waar is hij nou weer? Ik weet niet waar hij is. Het is van de kendoning. Is er een beetje klaar voor? Ja. Oh. Nee, wacht. Ja. Ja, nu wel. Ja. Ja. Dat is mooi. Dit is echt. Jullie weten waar deze aflevering over gaat? Over, een interview. Waarom houdt Bilal zoveel van Khadija? Ja. Ik had het verkeerd. Ja. Wat wilde jij zeggen? Ja, een interview is het. Ja. Interviews. Ik word eindelijk geïnterviewd. Ja. Eindelijk. Maar, beseffen jullie Bilal, huh? Ik weet niet. Wat dan? Zit hij weer gek te doen? Duist vandaag. Gelukkig. Nah. Hey, maar goed, het gaat dus natuurlijk over mama en Bilal. Maar wat valt jullie op tussen, dan begin ik even bij Ryan, wat valt je op in de band tussen Bilal en Khadija? Ik heb dus heel vaak op zaterdag, als Bilal dan bij ons komt logeren, dan de enige woorden die ik dan bij hem hoor, vanaf het eerste moment al, is Khadija. En, en soms vraag ik me dan af van, waarom? Wat is er eigenlijk zo bijzonder aan mijn moeder? Dat is eigenlijk het eerste wat in me opkomt als ik hier zo over nadenk. Hmm.
En jij, Sophia, wat is het eerste wat er bij jou opkomt als je hierover nadenkt? Nou, van dat, ja, Bilal eigenlijk, wat is het eerste wat bij jou naar boven komt als je denkt aan mama en aan Bilal? Dat hij alleen met mijn moeder wil zijn en dan als die iets met jou wil doen, dat hij eigenlijk niet mee wil, maar alleen met mijn moeder. Ja. Eigenlijk, als je er zo over nadenkt, dat Bilal heel veel aandacht nodig heeft van mijn moeder. En tenminste, onze moeder. En af en toe kan dat best wel lastig zijn en raar. Maar ja, soms moet je gewoon een beetje, het gewoon accepteren. Ja, en vind je het lastig om te accepteren? Nou, niet per se. Ik vind het niet heel lastig, omdat ik kan wel een dagje zonder mijn moeder. En jij, vind jij het soms lastig? Ja, want soms gaat ze echt alleen met haar, met de Bilal de weg. En dan, dan gaan alleen hun twee of met vriendinnen alleen weg. En ik wil ook dan een keertje mee. En soms kan dat dan niet, omdat ze alleen met Bilal wilt. En wat voel je dan? Wat denk je dan? Dat ik, dat ze niet op iedereen kan letten en dat Bilal gewoon heel veel aandacht nodig heeft. Ja. En word jij dan meestal verdrietig? Ja. Maar ben je soms bang dat Bilal meer aandacht krijgt dan jou? Nee. Waarom denk je dat niet? Omdat ik daar eigenlijk nooit aan denk. Oké, Bilal, ik ga jou een paar vragen stellen over Khadija. En jij moet kiezen wat jij liever wil. Afgesproken? Oké, daar gaan we. Wil Bilal een nieuwe jas of Khadija? Khadija. Oké. Wil Bilal nieuwe schoenen? Nee, wacht. Nieuwe schoenen of Khadija? Khadija. Oké. Haal het op. Wil Bilal... Ja? Ja, ik denk misschien het beste gewoon bij ons op kantoor. Of bij mij op kantoor. Want jij komt met Kouta, toch? Ja, ik ben niet blij mee. Sabi, dan zullen we dat gewoon bij mij op kantoor afspreken. Oké. Oké, maar... Wat moet ik zeggen? Ik weet niet, wat wil je zeggen zometeen? Oké, wat was de vraag ook alweer? Iets over Khadija, waarom Bilal gek op haar is. Ja, dat is eigenlijk de hoofdvraag. Oké, dus jij gaat ons een vraag stellen en dan moeten wij... Jij gaat het stellen ook zo, of... Gewoon. Ik ga gewoon een vraag stellen en dan... En dan moeten wij die beantwoorden. Dan ga je gewoon een antwoord geven. Moet het dan over mij gaan? Beetje de liefde tussen mij en Khadija? De Bilal en Khadija? Nee, jullie hebben een aparte liefde samen. Dat hoeven de mensen nog niet... Oké, ga ik gewoon praten. Dat zijn 6 afleveringen, zeg maar. Zo, take 7. Nou, jij begint? Nee. Jawel. Ja, jij gaat beginnen. Maar vinden jullie dit spannend? Ondanks ik vind het echt spannend. Echt? Ja, echt? Ondanks alleen stem? Ja. Ja, het is gewoon wit toch, zo praten, ik weet niet. Dat is niet mijn hoofd, hè? Gewoon hartkloppingen hier zo, ik weet niet. Ja. Ze zei iets met mijn nummertje op de achtergrond. Ja, als we aan het praten zijn, dat je zo'n achtergrond, dat je niet onze stem zo... Die willen... Wist je al die van die Bornek dat die ging staan zo... Jullie moeten zo gewoon... Die ergens tot de achtergrond aan. Ja. Kiefer zien we haar zin op de achtergrond. Dat bicep, toch? Ja, dat bicep. Maar een beetje ongemakkelijk allemaal. Ja. Maar jij wilt er wel op, toch? Op de beeld? Ja. Zo'n filtertje daar. Ja, het viraal, vriendin. Nee, echt gek. Dat is je vriend, nee, nee. Maar dat oma gaat scheiden morgen. Ik ken haar niet, vriend. Ik ken deze chick niet. Voordat ik met dat vind ik wel eigenlijk wel grappig om te weten. Toen jij hoorde van Brahim gaat trouwen met Khadija, wat dacht jij toen? Ja, ik kan weinig zeggen erover. Vooral niet op beeld, maar we schrokken enorm. We dachten nee. Nee, ja. Had je het verwacht? Ja, ik moet eerlijk zeggen, bij Khadija verwacht ik sowieso je weet niks, zeg maar. Ze is heel neutraal, dus ik... Ze kon alle kanten op gaan. Ja. Maar ik weet, ja... Ja, maar we liepen natuurlijk allemaal stage bij jou, dus
Het was alsof ik of Khadija die met jou ging trouwen. Die komt er gewoon in. Nee, dus met heel Night de Noord, die ik mijn stage begeleid, Brian was onze stagebegeleider. Dus ja, iedereen keek op naar Brian, want Brian was de enige die het gemaakt had, zeg maar in de wijk. Dus... Dit interview gaat helemaal weg. Mooi. Ik kom ook zo uit dus, Gries is er dus vandoor gegaan. Nee, ja. Dat moet zitten. Dat zo ben, snel. Wil je er even bij vermelden dat ik echt een clownzus ben? Dus dat ik echt... Daar komen ze vanzelf achter. Okay, ja, oké. Okay. Mooi. Ja, wat was de vraag? De vraag is of je... Ik moet in de keuken staan, hè, wonder. Oké, okay, nee. Maar de vraag is... dus had je het zien aankomen? Had je het verwacht? Nou ja, Khadija en ik natuurlijk af en toe wel. Khadija en ik vertelde heel veel wel tegen elkaar. Dus ja, ze vertelt natuurlijk al dingen aan mij. Ja. Al voordat er iets was of iets, weet je wel, dan zijn er heel veel gesprekken tussen ons geweest. Dus ik, ja, voor mij was het niet heel verrassend of zo. Ja. Ik vond het ook niet raar of zo. Oké. Okay. Nee. En maar op een gegeven moment, ja, op een gegeven moment gingen we trouwen en toen op een gegeven moment met Bilo. Wat kan je nog van dat moment nog herinneren? Ja, wij gingen Bilo toen heel vaak ook. Ja. Hij sliep ook ofte bij mij tijdens de terror. Ja, is dat zo? Ja, echt. Ja, ik weet nog zo goed. Toen was hij heel uit. Hij was echt een klein. Hij was echt zo'n heel jongetje was het. En ik weet nog dat hij sliep dan naast me op de matras. Ik sliep zeg maar op bed en hij sliep op de matras. Want je moeder ging naar de terror. En ik bleef altijd thuis, dus hij kwam dan bij mij. Dus eigenlijk was ik de eerste vriend. Niet Khadija. Ja. Maar hij sliep dan af en toe bij ons. Ja, tenminste, dan viel hij slaap en dan kwam je moeder wel halen. Maar ja, ik ken Bilo of toen hij... Ja. Toen was hij best wel pittig in die tijd. Ja? Wat kan je nog herinneren van die tijd? Ik weet nog wat ik de journaal van keer kreeg. Toen kwam mijn moeder maar kalmeren omdat hij luisterde. Hij wilde niet naar me luisteren. En ik weet niet meer om wat het ging. Weet je nog Bilo vroeger? Toen ging je bij mij slapen een keer, toch? Weet je dat nog? Bij mij in de kamer bij Jamina? Bij Jimme. Bij Jimme. Ging je toen slapen bij Jimme met zwaard? Ja. Ja. Heel was je nog klein? Heel klein. Ja, ik weet niet of hij dat weet. Maar toen had hij dus... Ik weet niet meer wat er was, maar hij vertikte het gewoon op de lijst naar mij toen. Ja. Dat was gewoon toen werd ik helemaal... Ik weet niet, maar ik was zelf ook jong, hè. Ik was zelf ook zo'n tienermeisje. Maar die leeftijd is ook het pittigste. Dat merk ik ook aan Wallet natuurlijk. Hè. Rond die tijd van 10 tot 18, dan zijn ze echt... Dat is heftig. Een beetje die pubertijd. Maar hij was ook zo'n beetje... Toen had hij zijn ze heel zwaar. Voor wie denk je dat het eigenlijk het meest zwaar is in het gezin? Dat Bilo zoveel van mama houdt. Jou. Want dat, als hij naar bed gaat, dan wil hij eigenlijk alleen dat mijn moeder mee wilt. En dat hij hem altijd brengt of ophaalt. En dat hij altijd dingen met alleen mijn moeder wil doen. Dat hij niet echt veel met jou wil doen. Hm. Ik heb ook wel, wat Sofia zegt is wel waar. Want jij wilt ook heel vaak leuke dingen doen met Bilal. En dan, en dan is dat zeg maar heel moeilijk. Omdat hij de hele dag eigenlijk om Khadija zeurt. En dan... is het eigenlijk helemaal verpest, een soort van, niet helemaal verpest, maar dan is het weer moeilijk om hem weer even terug te krijgen. Alleen, ik denk dat het ook heel moeilijk is voor mijn moeder zelf, omdat zij moet natuurlijk ook nog andere dingen kunnen doen. Dus ze moet nog voor ons zorgen en ze moet nog allemaal helpen in het huis en natuurlijk ook helpen bij jou. En ik denk dat het ook heel moeilijk is voor haar. Ja. En toch denk ik dat het moeilijkste is voor mij. Nou, ik denk dat het voor jullie allebei wel moeilijk is. Ik weet niet per se zeker voor wie het moeilijker is. Een nieuwe auto of Khadija? Kies maar. Khadija? Oké. En even kijken. Let op, hè. Met de vliegtuig of Khadija? Dus vliegtuig of Khadija? Khadija.
kon jij van tevoren indenken dat Khadija zo'n belangrijke rol zou hebben voor Bilal? Nou ja, ik weet niet. Het gaat natuurlijk, het ging stapgewijs. Ik weet het niet. Ik heb niet zo nagedacht over van oké. Okay, want hij woonde toen in die tijd ook bij je moeder. Dus je weet natuurlijk niet hoe het verder allemaal gaat. Maar ik hou er wel rekening mee dat als ze trouwt met jou, dat ze de hele familie. De hele familie trouwt, zeg maar. Dus maar via het bijzonder van je zus dat zij. Ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje normaal. Ik vind het vanzelfsprekend dat het gewoon. Dat een vrouw van iemand. Ik zou dat denk ik ook wel met een. Als mijn man dat zou hebben. Een gehandicapt broertje waar hij veel mee optrekt. Is toch automatisch dat ik. Ik weet niet of dat automatisch is. Ja, misschien dat ik dat zo zie, maar. Het lijkt vanzelfsprekend dat dat zo is. Ja. Misschien dat ze het zo brengt, Khadija, dat ja. het normaal is. Maar zie jij aan de achterkant wat zij allemaal voor hem doet? Nee, niet altijd. Nee, eigenlijk niet, nee. Ik zie niet, ik hoor wel veel dingen. Ik denk dat zij alles doet voor Bilal. Ik weet wel, ja, maar niet. Ja, ik zie niet letterlijk alles wat zij doet. Ik denk dat zij alles regelt. Ik hoor wel dingen. Ja, ik hoor wel dingen. Maar wat zeg jij? Wat zie jij allemaal aan de achterkant? Of wat hoor jij allemaal? Nou, ik zie gewoon een hele liefdevolle band tussen Khadija en Bilal. Mm-hmm. En ik denk dat het bij Bilal vooral het vertrouwde is. Khadija is heel vertrouwd voor hem, omdat hij natuurlijk heel jong was toen zij in zijn leven kwam. Yeah. En ik denk dat Khadija ook heel goed is in het bieden van structuur, veiligheid, maar ook de dagen dat ze hem heeft, of dat hij bij jullie is, dat zij er ook voor zorgt dat ze dat weekend of die dagen dan echt draaien om Bilal. Dus dan is ze ook echt wel bezig met Bilal en wat hij... Wat hij nodig heeft en ook wat hij graag wilt. Dus als jullie samen zijn, dan merk je wel van dat ze wel constant aan hem denkt, ook al is hij er misschien niet bij. Ja, zeker. Dus ook haar hele week, zeg maar. Dus als wij bijvoorbeeld vrijdag willen wij een hapje gaan eten en ze heeft al Bilal beloofd om bijvoorbeeld sushi te gaan eten. Dan moet je gewoon mee, zeg maar. Ja, ja, dan heeft ze dat al in haar hoofd van ja, zaterdag ga ik al sushi eten met Bilal, dus laten we vandaag iets anders doen. Ja, of soms dan bel jij bijvoorbeeld, dan ben jij met Bilal. Of dan ben ik dan even met haar. En dan zeg jij, joh, ik ga naar huis. En dan is hij gelijk van, oh, waar ben je? Weet je, ze wil hem gelijk dan ophalen. Ja. Automatisch. Ja. Jawel, mensen. Hier zijn die weer. Nou, mensen. Ik ben jarig. Oh mijn god, Khadija is jarig. En dan zeg ik, ja, dan zegt Bilal. Ik ben jarig. Ik ken papa, ik ken de Khadija. Ik ga gebeurd. Als ze hem thuis kwam, hè, dan zegt hij... Papa! Dan zegt hij, ja, gaat hij zo echt te huilen. Hou stil nou. Omdat... Wacht, jongens, en dan? Is hij niet weer? Omdat mijn Bilal om het jarige nog is ons gebeurd. Omdat... Bilal is een vlog, Khadija. Waarom denk je eigenlijk dat Bilal zoveel van mama houdt? Omdat, ja... Wat is de reden, denk je? Ja. Ja. Dat... Omdat ze... gewend zijn aan elkaar. Dat je het dan wat leuk met elkaar hebt. En dat het eigenlijk ook bij hem is. Dat hij eigenlijk mijn moeder heel leuk vindt. En omdat hij ook soms weggaat met Bilal. Ja. Bilal. En jij, Rijn? Ik heb echt geen idee waarom. Maar ik denk ook wel een beetje verliefdheid. Mm-hmm. Ik denk dat. Maar voor de rest weet ik het echt niet. Dat zou het ook niet kunnen zijn, maar ik weet het echt niet. Maar jij denkt dat het misschien wel verliefdheid is? Zou best kunnen. Okay. En wat betekent verliefdheid? Het is eigenlijk dat je een ander heel leuk vindt. Ja. Nou, Bilal, ik vind het wel echt heel leuk dat je je verjaardag hebt gevierd. En ik vond het zo leuk dat ik bijna moest huilen. En ik vond het gewoon een hele leuke verjaardag. En je wordt inshallah nog 20. En waarom moest je bijna huilen? Omdat ik het gewoon heel leuk vond. Voor Bilal?
Ja. Goed je best doen. Shola, ga jij naar op school en mijn vader worden? Ja, wil je dat Bilo vader wordt? Ja. Doei. De eerste keer ben ik als gezin zonder Bilal op vakantie geweest. Ja. Wat vond jij daarvan? Je bedoelt met Khadija? Doe je alleen met de kinderen? Ja, ik vond het heel goed. Ik vond het heel fijn voor jullie. Voor jullie, gewoon even tijd. Want ik weet hoe zwaar het is. Weet je, iemand met, vraagt heel veel zorg, aandacht. Het is echt heel intensief. Dus in dat opzicht belemmert haar leven ergens? Niet echt belemmeren, maar gewoon dat je ook, jullie hebben ook tijd voor elkaar nodig. Gewoon als gezin, weet je. Want als Bilal erbij is, dan gaat eigenlijk de volle aandacht naar hem toe. Automatisch. Ja. Snap je? Kijk, hij is heel aanhankelijk naar Khadija. Dat heb ik ook. Hij wil vaak naast haar zitten. Ja. Hij wil continu geknuffeld worden door haar. En zij heeft natuurlijk ook twee andere kinderen. Ja. En die krijgen dan minder de mogelijkheid om die aandacht te krijgen van die. Wat doet dat, denk je, voor onze kinderen? Wat zou dat... Wat heeft die hebben daar vrede mee, denk ik. Ze hebben daar wel echt vrede. En ik denk, als zij ouder worden, gaan ze dat echt maar heel erg waarderen. Maar zij snappen het heel goed. Ja, dan gaan ze echt... Ik vind dat Ryan en Sofie heel begripvolle kinderen zijn. Ja. En jullie mogen blij zijn met zulke kinderen, vind ik. Ja. Want zij stellen zich heel begripvol op en vinden dat Bilo... Dit is Bilo en dit is de plek die hij heeft in ons gezin. Ja. En dat vinden zij, hebben ze gewoon omarmd eigenlijk. Ja. En ze weten ook niet beter. Maar ze weten niet beter, ze zijn zo opgegroeid. Ja. Dus voor hen is het eigenlijk normaal dat het zo is. Hij is eigenlijk de broer. Zo kan je het een beetje... Ja, het is eigenlijk hun oom, maar... Ik denk dat het niet zo voelt. Ja. Ik denk dat, dat hij ze voelt als een broer eigenlijk voor hun. Dus een broer. En dat hij ook, toch? En dat hij, maar ja, dat hij ook, ze zien ook dat hij een bijzondere zorgbehoefte heeft. Dat beseffen zij zich heel goed. Wat dan? Ja. Ja, toch? Vakantie of Khadija? Wie? Oh, die is lastig, hè? Want hij is vakantie, dat is echt zijn ding gewoon. Dus vakantie of Khadija? Allebei. Ja, maar Bilal moet eentje kiezen. Eentje kiezen. Vakantie of Khadija? Allebei. Maar als Bilal moet kiezen, wat zou je dan kiezen? Oké, Bilal, maar probeer te kiezen. Gewoon één keer kiezen. Vakantie gaan of Khadija? Khadija. We zijn laatst natuurlijk zijn we op vakantie geweest, zonder Bilal voor het eerst. Mm-hmm. Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou, dat wij eigenlijk wat meer aandacht hebben en dat het eigenlijk wat rustiger is. En dat het wat minder moeilijker gaat en dat we misschien wat vaker op tijd ergens kunnen zijn. In plaats van als Bilal meegaat, dan gaat dat best wel wat lastig. Dus gewoon, als we op vakantie zijn zonder Bilal, dan is het gewoon echt heel rustig. Je merkt dan gelijk dat er niet echt een bepaalde energie in de vakantie zit. Natuurlijk, wij krijgen meer aandacht. Maar zeker als Bilal niet met ons mee is, dan is het eigenlijk... Dan lijkt het net alsof er iets mist of zo. Ik kan het zeggen. Maar ik ook met Khadija anders. Ik ga nu ook met de woning onder of een koolstein. Als je zou moeten kiezen, dat is een hele lastige vraag. Denk je dat het met Bilal vakantie fijner is? Zonder? Ja, dat is heel lastig. Nou, met Bilal is het wel leuk. Maar als je zonder Bilal gaat, is het wel wat rustiger. Ja. Hoe denk jij dat het voor mama is als zij zonder Bilal op vakantie gaat? Nou, ja, schuldig. Omdat we gaan ineens op vakantie en dan... Eigenlijk gaat hij heel vaak mee en dan ineens niet mee. Ja, dus je denkt dat ze zich schuldig voelt? Ja, dat heeft ze ook een keer gezegd. Ja. Ja, ik denk ook dat schuldgevoel. Dat je hem zeg maar bij de woning gewoon zo achterlaat. En dat wij gaan dan een lekkere vakantie vieren, terwijl hij dan nog bij de woning is. Waarschijnlijk doen ze dan ook wel leuke dingen. Alleen, vakantie is toch wel een stuk leuker. En dan voel je gewoon best wel schuldig dat je hem zo moet achterlaten bij de woning. Want natuurlijk, zoals ik al zei, Bilal geeft een bepaalde energie.
die echt wel heel sterk is. En ja, dat is gewoon mooi om te zien. En we houden met z'n allen echt heel veel van hem. Ik vind altijd heel gezellig als Bilal er is. Er is altijd wel iets, zeg maar, als Bilal er is. Ja. انا طويل عليك هذا كبير الاستاذ كامل احسن زياد هذا الفيلم احنا نصاوبو لحقاش دوك الناس دائما كيسولوا علاش بلال كيبغي خديجه بزاف اييه ولك قلت غادي ندير البحث غادي نسول كاع الناس اييه وانت واحد منهم نسول يعني واش في النظر ديالك بصح قبل ما نبداو هذاك السؤال هذاك انت تعقل على واش انت تعقل على خديجه في النهار الاول كاع اييه اول خطره منين اول مره قبل ما تزوج بها نتايا شتها في الخدمه ديالها يعني اييه واش كان منين جيت انا عندك وانا قلتها لك واش كان النظر ديالك هكا انا هذيك الساعه عندي فيك الثقه ملي قلت لها برا لقيت المراه غادي نزوج قلت لك الله يسخر صافي ما زدتش عاد ما زدتش اكثر ودار الثقه فيا زعما انا بالله نعرفنا ماشي نعرف نختار ولكن دار الثقه فيا انا بالله لقى امراه صالحه ولا درك الزواج حتى هو كل واحد ما كتب له الله سبحانه وتعالى كنا انت شتها وخدمت كنا معاك وداك الشيء انت عرفتها ولكن الواحد ملي كيتزوج عاد كيعرف يعني هي هي بنادم يبحث يعني على الاصل ديالها ويبحث على كل شيء ولكن كاين اللي عندها الاصل مزيان وهي كتخرج ماشي مزيانه وكاين اللي العكس ايوه الزواج تيسير الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تعقلي عاد اول خطره منين تعرفتي مع خديجه؟ واش بلال ولا؟ لا انت اول خطره منين مع خديجه؟ ايوه نهار الاول فاش خطبناها هذيك السعادة عرفتيها؟ عرفتها بصح انت كعارفه بلا قبل بعدا كنت خدمتي معها؟ لا خدمت معها ولكن ما كنتش عارفاها حتى جات عندي هي هي اللي جات عندك؟ هي اللي جات عندي انا امها كنت نعرفها من زمان ملي جات من الدينا خلعنا في لايدن ولكن البنت ما كنتش كنشوفها ما كنتش كنعرفهم كاع ايوا منين جيت عندك انايا؟ وقلت لك دير بغيت نخدم الحمد لله فرحت الحمد لله فرحتي ديريك ولا الاول كان خصك لا بعدا اصلا كنت كنعرف الوالده ديالها عرفتي بلا الناس ملاح نعم وش هو السبب زعما بلا خديجه بلا كيبغي خديجه والسبب هي حنينه فهمت ايوا وهو راه عنده الاحساس واخا ما كيهضرش داك الشيء راه عنده الاحساس ياك داك الشيء اللي كنا هي حنت فيه وصافي بقات ديك المحبه الى يومنا هذا ايه وزعما فاش من صوالح هي كتعاونو باش هو يعني عنده هذاك الاحساس في كلش كتعاون كنا راك تشوف كتبغي يبغيها هي اكثر ما كيبغيك انت يا كنا حاس داك الشيء من عند الله سبحانه وتعالى لقاش انا قبيله تسولت شكون اللي كيبغي اكثر واش انا ولا خديجه واش تقول الجواب غادي يقول خديجه زعما بصح قال خديجه
Schoon fijn. Ja. Maar op een gegeven moment kwamen we bij de vraag, Brahim of Khadija? Wat denken jullie dat hij heeft gezegd? Brahim. Khadija. Ik denk Brahim. Jullie zeggen... Nee, ik denk dat hij. Nee, ik denk Brahim. Omdat hij toch... ik denk dat hij wel weet wat Brahim ook voor hem doet en wie hij is. Ja, dat weet, denk ik. Zonder Brahim was er geen Khadija. Met Brahim of Khadija? Khadija. Ja, als je het even weet. Moet nog even Khadija. Ja, zij wil hem gewoon bieden. Zij wil hem gewoon graag bieden wat hij fijn vindt. Wat hij fijn vindt. En ik denk dat doordat hij zo gehecht is aan haar, dat zij zich zo verantwoordelijk daarvoor voelt, zeg maar. Dat als het een keer fout gaat of dat ze een keer niet naar zijn wensen kan voldoen, dat zij zich dan heel erg gefaald. Ja, gefaald is misschien een groot woord, maar. Dat zij zich een beetje tekort als ze ja, tekort hebben dat tekort vind, ja, heeft dat, gedaan. Soms heb ik haar, ik heb daar ook haar wel eens op aangesproken, dat ze maakt zich te druk soms. Je weet toch hoe gaat ze soms doet. Ze is heel erg, zij is de stabiele factor zeg maar, van iedereen, maar ook bij ons thuis altijd geweest. Dus ik ben echt zo de losgeslagen wilde. Ik zie het wel, weet je, maar zij is echt nee en dat gaan we zo doen en dat moet zo en heel erg structuur inderdaad en stabiel. Zij denkt en gewoon te veel aan anderen. En ik heb altijd zoiets van, ja maar, het is soms best wel benauwend vind ik, zelf. Maar ook wel iets moois. Ik vind wat zij hebben dat wel mooi is, want soms denk ik van zo had ik dat maar, want jij hebt echt dat standvastige en dat, hè, dat ze echt, zij ziet ook waarde in iets en zo. Ik ben heel anders dan Khadija. Ik ben heel erg tegenovergestelde gewoon. Mm-hmm. Soms botst het, maar soms is het ook wel weer goed dat ik haar dan soms even kan aanspreken van hallo, het is helemaal niet erg of pak toch helemaal niet uit, doen we het morgen. Of, Maar ik denk dat dat ook ervoor heeft gezorgd dat hij zich heel veilig bij haar voelt. Ik denk dat als hij misschien, als Khadija een andere karaktereigenschap zou hebben, een beetje chaotisch en we zien het wel. Ja, dat misschien dan voor hem wel helemaal niet zou klikken, snap je? Ja, de band maar, anders. Ja, hij weet maar is het voor jullie, dan jullie gaan vaak samen uit eten, is het voor jullie niet ergens bekneld, ik wil niet zeggen irritant, maar bekneld dat hij iedere keer mee wil, erbij is? Oh, nee, helemaal niet. Hij hoort er gewoon bij. Weet je wat, ik denk van, Khadija beschouwt hem denk ik gewoon als haar eigen kind. Gewoon heel puur. Ja. Dat is het gewoon meer. En ja, ik weet niet. Hoe is men door zijn mind met Bille? Alhamdulillah, niet. Alhamdulillah. En wat... Alhamdulillah, hij is een goede vriend. 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 Hij is والستر نتاع الله تعالى الله يحفظها في الدنيا والآخرة آمين الله يجعلها في ميزان الحسنات ديالها إن شاء الله الله يجعل ستر ربي يدخلها الجنة إن شاء الله إن شاء الله زي ما هي عندها الدور ديالها بلانغريك نيشان فيش الزعقة ولا فيها شي حاجة نيشان بس إلا تشوفها كده مش زي ما كل مرة تقدر هكا هي بعد الان راه غاديه نيشان مهم نضمن راه غاديه معاه الى النهايه هكا smoke.
Khadija heeft echt een bepaalde kalmte over zich heen. Ze heeft een bepaalde aura. Nou, bij jullie misschien. Nee, ik snap wat je bedoelt. Een bepaalde aura, ja. Dat je je echt veilig voelt bij haar. Ja. En ik denk dat hij de momenten die hij met jou beleeft, zijn heel hectisch, heel druk. We rijden, we moeten daarheen, we moeten dit doen. Je bent altijd wel bezig met een activiteit voor hem. En bij Khadija is het altijd wel rustig. Dat is gewoon de chilling, zeg maar. Gedeelijk uit eten met de meiden. Ja, ik heb er nooit zo bij stilgestaan, maar het klopt wel wat je zegt. Ja. Het is bij mij altijd Kinderen zoals Bilal, die houden van rust, regelmaat. Ja. En structuur gewoon. Dat geeft bij hem ook wel, denk ik. Maar hij inderdaad, je hebt ook soms wel... Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat jij wel gelijk hebt. Dat ik... je weet wel wat we gaan doen. Dus als Stefan, ik zeg dat we gaan vloggen, dan weet hij dat ook wel. Maar tijdens de vlog gaat het wel super snel en hard. En, Veel mensen. Ik weet niet hoe lang het duurt. Dus hij kan om 1 uur middag eten. Ja. Maar het kan ook zijn dat hij 4 uur pas gaat lunchen. Ja. En bij Khadija zal dat nooit het geval zijn. Nee, zij zal altijd voor zorgen dat hij op tijd zal eten, bijvoorbeeld. Snap je? Klopt. Ja, we zijn met Dordiela, die komt belangrijk nu met Konish in thee. Ja, kan Konu naar mijn Konish. حق الصراحة نكون ولا ما نكونش هي أكثر درك مني زي ما؟ إيه نيش نيش كان هذا الكذوب أنا كان هذا الصح كنت ولا ما كنتش المهم هي راه هزة وقبلت كنت سولت بلا زعما واش إبراهيم ولا خديجة واش تقولي الجواب ديال ونهار بلا زعما منين خرج عندنا من الدار تعقلي هذاك الوقت؟ كانت عندي بدي نازله ماشي كانت عندي الخروج ديال الولد صعيب خرج لي صغير وصعب عليا لحد داك الوقت ومازال كنفكرها ماشي كنساها كنفكرها وفاش كتفكري ايوا كنتفكر داك الوقت جاتني صعيبه الولد خرج وصافي ما شنو غنقول صعبت وصافي ولكن الحمد لله وهي الدور ديالها في داك الوقت كانت تعاونك في هذاك الوقت؟ كانت بزاف فاش من ناحية كاع؟ كل حاجة الحمد لله ما تلاقيتش شي صعوبات زعما كاين ولا الحمد لله هي اللي دارت كل شيء وهي اللي تكلفت بكل شيء وهي اللي والآن من ديك الوقيتة للآن الحمد لله ما عندي ما نقول فيها أنا كنت لها الستر وصافي الشيء اللي كاين قلنا بزعما بلال خصو يسكن بوحدو تعقل على هذاك الوقت هذاك؟ انا عقل على ذاك الوقت يعني احنا كنا دائما نبحثوا فين يكون فيلا المزيان ايه والحمد لله ربي وفقه حتى لقى بلاصه اللي مزيانه ايه يعني. واش من دور هي كان عندها في ذاك الوقت؟ شكون خديجه؟ هي كانت تجري في الورق ديالو كانت يعني حنينه فيه دائما معها ايه كان هي من اول مره صافي ايه بلال حبها يعني ايه وهذاك الوقت كان عندها كانت بلان راك بالنسبه لينا حنايا في العائله ديالنا خديجه كانت 100% كانت نطلبوا ربي يرضى عليها وربي هو اللي غادي يخلصها امين Ja. Er wordt niks geknipt. Dit is knippen. Dit is een poppetje. Nou, kom we gaan. Ja, dan wacht ik. Ik wil ook een brug vaaien. Ja, ik wacht er. Ik wil ook een brug voor. Ja. Kom eens uitzwaaien. Ja? Rijen, zeg maar dag tegen Bilal. Zeg maar dag Sofia, dag Rijen. Ja? Gaan we lachen naar de camera? Nee? Ja. Sofia. Ik ga weer ophalen. Ja? En dan gaan we iets leuks doen. Dag,
Bilal. Waarom denk jij dat Bilal zo van Khadija houdt? Omdat ik denk dat Bilal... Eén, zeg maar, wij hebben geen zus. Dus dat speelt een lichtelijke rol, denk ik. En het feit, hij heeft mijn bruiloft meegemaakt. Dat heeft heel veel impact op gehad. Want daarvoor hadden wij nooit feest. Ik ben de oudste thuis. Dus vanaf dat bruiloft, zeg maar, toen wist hij van wat trouwen eigenlijk betekende. Dus dat. En het feit dat Khadija gewoon echt een heel zorgzame persoon is. En hij heeft voor mij, ja, hij heeft gewoon een zesde zintuig. Dus hij voelt gewoon aan of iemand oké is, ja of nee. Ik denk dat dat vooral de redenen zijn waarom hij zo gek op haar is. En het feit dat ze betrekt hem overal bij. Je moet je voorstellen, kijk, wij zien gewoon, wat we niet zien is alle administratie, zeg maar. Echt papierwerk, dat doet zij. Wat men ook niet ziet, is naast de restaurants, et cetera. Je moet alles zodanig inplannen dat je wel iedere zondag met hem weg kan. Alle emotionele momenten, dus vanaf het moment dat hij het huis uitging, zij is degene die mijn ouders heeft bijgestaan. Zij is degene door, zeg maar, ik kreeg het niet zo snel voor elkaar om mijn ouders, zeg maar, die keuze te laten maken, om, zeg maar, dat hij niet meer thuis bij ons zou wonen. Zij is degene die letterlijk als brug fungeerde van wat ik dacht dat het beste was voor ons gezin. En mijn ouders die absoluut niet wilden. En zij was degene die daarin... Zij zag gewoon dat het niet meer ging. Dat het niet meer kon. Of... Zij zag dat... we zagen het allebei. En ik zag dat al helemaal. Omdat ik hem natuurlijk al heel lang meemaak. Maar het feit dat geen enkele ouder wil zomaar zijn kinderen weg hebben. Ja, zij was dus, de steun daarin. En zij was degene die de steun was. Maar ook dat hele proces. Mijn ouders meenam, vooral mijn moeder. Ja. Zij was wel echt diegene. En wat mensen zich ook niet voorstellen, is als wij naar het buitenland gaan, of als die ziek is, of wat dan ook. Ga maar even je schoonbroer die gehandicapt is, ga maar even douchen. Ga maar even, hij moet iedere keer naar het toilet. Hij moet, weet je, al die dingen. Dat zien mensen niet. Maar dat zijn wel allemaal dingen die zij doet. Er zijn sommige dingen die zij eerder doet dan dat ik zou doen. Ja, dus echt, echt wel een beetje een moeder. Ja. Moederrol. En ook iets wat natuurlijk ook eigenlijk gewoon heel privé is dat mijn ouders hebben altijd gewerkt vroeger. En mijn moeder ook dus. En dat betekent dat als wij wakker werden, moesten wij elkaar verzorgen, zeg maar. En mijn moeder was aan het werk. Dus ook dat stukje moederlijke figuur, dat is Khadija ook voor hen. Ja, omdat hij dat dan... Ja, maar dat, ergens mis je dat. Als een beetje gemist heeft, maar ook niet... Ja. Nou ja, je moeder werkte toch niet fulltime? Of was het wel in die tijd? Ja, in die tijd was ze begonnen uit mijn hoofd om 5:00 ochtends tot 12:30. En er waren zelfs tijden dat ze dan ook nog eens terugging om 4:00. Oh ja, dus dan miste hij wel momenten. Dan mis je hele belangrijke momenten. Ja, precies. Als Khadija wegvalt, hoe zie je het dan voor je? Als Khadija zou wegvallen, ja. Dan komt er meteen weer een nieuwe. Nou, dat is helemaal geregeld. Ze staan al in de rij. als zij weg zou vallen, dan is er echt wel een gat. Echt een enorme gat. Kijk, uiteindelijk, ik geloof in Allah. Alles gebeurt met reden, maar ja, ze kan morgen wegvallen. We kunnen allemaal morgen ineens komen te overlijden. Ja. Dat is gewoon, heeft zoveel impact op mijn ouders, op mijn broers of broertjes. Extreem op hem.
Maar ook binnen mijn gezin, ja, ik ben toch heel vaak van huis. En de laatste tijd ook heel vaak in het buitenland en zo. Ja, ga dat maar eens opvangen. Sta je daar ook wel bij stil? Dat kan gebeuren, dat het een realiteit is. Heb je daar wel eens oprecht bij stilgestaan? Ja, vooral als ik in het buitenland ben, sta ik daar bij stil. Hier ben ik in de hier denk je er niet van. Ja, hier ben ik gewoon volop bezig, druk, noem maar op. Ja, je leeft je leven, zeg maar. Maar op het moment dat ik in het buitenland ben, dan heb ik momenten dat ik gewoon even bij stilsta. Of dan spreek ik haar en dan zie ik van... En ze moet afwassen, en ze moet dit, en ze moet dat, en de kinderen moeten opgehaald worden. En ze hebben Arabische lessen, op school moet dat gebeuren. En je moet je voorstellen, we willen allemaal dat onze kinderen supermens zijn, hè. En ze moeten sporten, en alles wil topniveau, en dan moet hij dan ook nog geregeld worden. Dus als ik in het buitenland ben, moet je voorstellen, dan haalt ze me ook nog eens op, hè. Dus ik vraag haar dat niet, dan zeg ik gewoon van, hij hoeft niet. Nee, dan haalt ze me gewoon op, zonder dat ik het weet, zonder dat ze het tegen mij zegt. Dus ze doet het gewoon puur uit haarzelf. En niet omdat ik het zeg, of omdat ik het wil, het is gewoon, ze doet het uit haarzelf. Ja. Dus als zij wegvalt, ja, dan kijk, weet je wat het is? Als ik nu een vrouw zou leren kennen, vooral omdat Bilal natuurlijk een bepaalde bekendheid heeft, dan is het wat makkelijker, want hij is bekend dan, oh, ik zorg voor Bilal, oh, weet je? Ja, maar als jij nog niet bekend bent, je bent nog helemaal niks, niet dat ik nu wat ben of zo, of dat wij wat zijn, helemaal niet, maar als hij dat niet heeft, vind maar eens een vrouw die dat voor jou zou doen. En ik zeg niet dat er geen vrouwen zijn die dat doen, maar op dat niveau... Dat is moeilijk te vinden. Ik. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik zeker. Is jouw kijk naar Khadija veranderd eigenlijk door de liefde die zij heeft voor Bilal en andersom? Ja. Is het, heb jij zoiets... Ja. Kijk jij anders naar haar nu? Ja, zeker. Ik kan ook niet anders. Want toen ik met haar trouwde was het gewoon van, oké, we zijn twee personen. En weet je, wees oké met mijn ouders. Ik zorg ervoor dat ik oké ben met jouw familie. En we leven lang en gelukkig. Je weet natuurlijk niet, je hoort heel vaak met voor- en tegenspoed, maar je weet niet wat de tegenspoed is. Maar wat al heel vrij snel bleek, is dat ik een gehandicapt broertje heb die heel erg aanhankelijk is. En dat is zeg maar, daar kom je eigenlijk binnen een paar weken, kom je daarachter. Dus dan, hoe gaat je vrouw daarmee om? Ik zag dat zij direct een bepaalde rol pakte. Maar ook zelf, ik had al mijn baan, ik had al een huis, ik had al een auto, ik had al eigenlijk alles al. Maar ik was nog niet, ik was nog geen man, ik was nog niet volwassen. En zij is wel degene die mij compleet heeft gemaakt. Zij is degene die ervoor heeft gezorgd dat de dingen waar ik niet goed in was en ben, zij heeft dat gecoverd. Maar niet alleen bij mij, binnen ons hele gezin. En ook bij Bilal. Dus je moet je voorstellen dat de rol die zij vervult, zeg maar, is gewoon immens. En als je ziet dan hoe mijn ouders, zeg maar, zo erg om haar geven, ze zijn zo gek op haar. Gewoon omdat als ik iets niet over kan brengen aan bijvoorbeeld mijn moeder, dan is zij degene die dat voor mij doet. Dus zij is zo'n verlengstuk binnen ons gezin. Is een beetje de stabiele factor binnen het gezin. Ook ja, is de stabiele factor, betrouwbare factor en een steunende factor. Dus eigenlijk betekent ze, als ik het zo hoor... is zij degene die dus de pilaar is? Ja, zeker. Ja. Hij staat er eigenlijk. Ja, een klein beetje opzij. Zo. Ja. Lieve Khadija. Ik ben echt super trots op jou. Dat is helemaal goed, dat gaat echt. Oké, even slikken. Zoals hij voelt het volgens mij ook. Ja, hij voelt het ook. Hij voelt het ook aan. Lieve Khadija, ik ben echt super trots op jou. Wat jij allemaal doet voor Bilal. Mogen Allah jou rijkelijk belonen. Er staat jou echt iets heel moois op te wachten, inshallah. Wat zou je tegen mama willen zeggen als het gaat om Bilal en zijn zorg om Bilal? Mama, ik hou heel veel van jou en ga zo door. Mama, je maakt Bilal heel erg blij en gelukkig. Lieve Khadija, mijn boodschap naar jou toe is
Net zoals dat ik jou waardeer als vriendin, denk ik dat die waardering bij Bilal echt 100 maal groter is. Dus ik vind het heel bijzonder wat je doet. Ik zeg het niet vaak genoeg dat je wat jij doet voor hem, dat ik dat echt, echt ambieer. En ja, ik vind je gewoon echt een geweldige vrouw, moeder en een geweldige tante voor Biele. Ik ben niet dat ik bestel, maar dat ik het geel ila en niet heil. Alhamdulillah. Ja, de rest. ولا سما دوك ياك راك تبكي دير امشوتي الحمد لله هادشي لقى شي وحده بحالها الحمد لله الله يعطيها بالستر الله يحفظها يحفظ وليداتها الله يعطيها ما كتمنى انا مغطيها بالستر ومغطيها بدعوة الخير الا حتى نموت الحمد لله كنا نطلب ربي يرضى عليها والله يوفقها للخير وراني راضي عليها بالنسبة لي أنا يا وكان حبها وأنا ما عنديش البنات ربي عوضني بها آمين يعني كنت بغيها بزاف هذه جابني كان شي بحال القلب ديالي كيتفتح Misschien zeg ik het niet vaak of te weinig, maar zoiets kan je ook niet vaak genoeg zeggen. Maar je bent letterlijk de belangrijkste pilaar binnen onze familie, binnen ons gezin. En ik wil dat je gewoon heel goed beseft dat dat niet alleen vanuit mij persoonlijk is, maar letterlijk vanuit Marokko, mijn ooms, mijn tantes, noem maar op. Ik ken geen enkele persoon in onze familie die ook maar ooit één slecht woord over jou heeft gezegd. En nou, Khadija, dat is een hele bijzondere naam. En ik denk dat jij, dat jij de perfecte persoon bent die die naam mag dragen. Want wat jij voor ons betekent, voor mij betekent, voor Bilal betekent, en daar gaat de video om, Bilal. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er een andere vrouw is die dat level dit zou kunnen doen voor Bilal. Dus niet alleen Bilal mag in zijn handjes klappen, maar ik ook. Dus mogen Allah jou daar rijkelijk voor belonen. Mogen Allah jou alles geven waar goedheid in zit. Mogen Allah jou nog meer sabr geven. En mogen Allah jou heel lang bij ons houden. En ik hoop dat Bilal, ik, de kinderen, de familie heel lang van jou mogen genieten. En ik hoop dat ik ook iets, ook maar 10% kan doen wat jij voor mij kan doen. Alleen maar liefde. En tot straks. Zorg even dat Hidera klaar staat. Ik wil daar knop maken. Kom maar aan, Gries. 10%. Het is niet eens 1%, maar dat maakt niet uit. Hoe gaat dat ding uit? Afsluiten met de liefde. Hey. Ja, hoe gaat dit uit dan? Gewoon die dingen dichtkleppen. Niet een draaien. Deze? Ja, Gadis, voor jou wil ik zeggen dat ik het mooi vind wat je doet voor Bilal. Het zorgen voor hem, het zijn, er zijn voor hem, hem meenemen naar plekken en dat je eigenlijk alles geeft. En dat zie je aan Bilal, dat hij heel dankbaar is en heel blij met jou is. En dat vind ik mooi om te zien. Ik heb het nog nooit gezien bij iemand. En ja, daar leer ik als zus leer ik daar veel van. Want ik ben helemaal niet zo, dat weet je. Ik ben een heel ander persoon. Ik leer daarvan. Om zeg maar mensen lief te hebben en te zorgen voor anderen. En, ja, om jezelf ook een beetje, ja, niet te veel aan jezelf te denken. En ik ben iemand die wel veel aan mezelf denkt. En jij leert mij dat, dat het
ja, dat het goed is om ook voor anderen er te zijn. En dat Allah je mag belonen daarvoor. Voor het zorgen voor Bilal. Dus blijf zo doorgaan. Want het zal heel veel mooie dingen ook voor jou brengen. Dus ja, dat. Lieve Gadis, ik hou van jou. Obsessed. Ja? Hij is echt obsessed geworden. Ja, geobsedeerd. Lieve Gadisa, ik ga. Ryan. Ja, sorry, ga maar door. Lieve Gadisa, ik ga niet naar Wallet 2. Ik kan niet. Lieve Gadis, ik ga heel graag van jou.